Die steken, die meststeken die ik in mijn rug heb gevoeld, dit, uh, dat is volgens mij niet zomaar uh, corona. Een gevoel van vrijheid, gewoon dat, dat, ik weer, dat ik weer alles uit mijn lichaam kan halen, dat het weer mogelijk is. Dat je niet bang hoeft te zijn dat het, dat het uh, fout gaat. Want ineens uit het niets gaat het gruwelijk fout met de gezondheid van Ruben. Hij belandde in Amerika in het ziekenhuis met een klaplong, maar werd er niet goed voor behandeld. In het begin dachten ze dat het gewoon corona was en ze wilden me met uh, een beetje ibuprofen naar huis toe sturen. En uh, toen zei ze van, nou ja, maar luister, meneer, uh, die steken, die meststeken die ik in mijn rug heb gevoeld, dit, uh, dat is volgens mij niet zomaar uh, corona. Ik was ook al negatief getest toen. En uh, toen zei ze van, nou, ah, misschien moeten we maar even een x-ray maken. En uh, toen bleek dat mijn long voor uh, 80% was ingeklapt en al uh, op mijn hart aan het drukken was. Dus dat was uh, niet best. En dan denk je snel opereren. Maar dan gebeurt er iets wat je absoluut niet wil horen. Maar toen wilde mijn Amerikaanse verzekeraar uh, niet betalen. En toen zeiden ze letterlijk tegen een 19-jarige jochie, nou, je mag de operatie wel doen, maar dan moet je nu 90.000 euro betalen. Exclusief pijnstillers die je krijgt of extra bloed wat we moeten gebruiken. Uh, het is daarna 10.000 euro per nacht en dat is ook exclusief pijnstillers. Paniek toen ook bij het thuisfront, want Ruben had met spoed die operatie nodig. Anders zou hij het niet overleven. We hebben uren per dag uh, zitten bellen met allerlei instanties, verzekeraars, uh, ja, totdat het uh, na weken lang hè, uiteindelijk toch de Nederlandse zorgverzekeraar een go heeft gegeven. En dat was wel heel fijn. Maar Ruben was ondertussen zwaar verzwakt en de operatie was dan dus ook spannend. Met veel geluk mag hij uiteindelijk terug naar Nederland en kan hij beginnen met revalideren. Want zelfs lopen kon hij niet meer. Uh, nu sinds kort kan ik weer hardlopen en uh, nu wil ik ook wel gewoon een mooie tijd neerzetten uh, op de, die 10 kilometer. Dat is wel gewoon iets echt voor mezelf om zeg maar, het hoofdstuk af te sluiten.